Ja, ik vind echt een enorm veelbelovend talent. En ik hoop dat hij ook in Nederland hier gaat doorbreken. 1.992.190. Dus over misschien een half uur zitten we gewoon op 2 miljoen. En dat binnen 3,5 week. Nice. Yes. Als het mogelijk was om te trouwen met een voorwerp, was het zijn telefoon, denk ik. Okay. En als hij erop zit, is hij ook helemaal afgezonderd van de wereld. Maar, oké. Okay. Ik kijk bijvoorbeeld op de Shazams. Hoeveel mensen dat hebben gedaan op Spotify, op YouTube, op Insta. Ik hou alles een beetje in de gaten. Ik leef een beetje... Dit is mijn wereld, zeg maar. Zo moet je het zien. En nu valt het eigenlijk reuze mee. Normaal gesproken kom ik er helemaal niet van af, zeg maar. Maar ik moet wel zeggen, wanneer ik mijn telefoon helemaal laat en ik kijk er helemaal niet naar, voel ik me wel wat rustiger, zeg maar. Ik heb hier Kemal's telefoon en die gaat dus de hele dag door. 3, 18, 5, 3. Nou, je kan het zien. Dus het is constant hiermee bezig. Ja, dat is ook logisch. Maar dan kan je in ieder geval even zien hoeveel het is. We gaan vandaag naar de studio bij Max Walling. En dan gaan we met Kemal gaan we inspiratie opdoen voor een nieuw nummer. Ik wil iets rustiger, wel hetzelfde lekkere tinten erin. Beetje de songfestival idee. Maar dan wel op een... wat slow motion manier, zeg maar, snap je? De BPM mag wel heel wat lager, alleen wel in een melodiek kracht, zeg maar. Deze, zeg maar. Kemal heeft altijd hele prima zeg maar invloeden en ook precies wat hij wil, hele duidelijke mening. En dat is echt best wel makkelijk om mee te werken, omdat ik het ook heel fijn vind als artiesten zelf komen met ideeën en dat soort dingen. Ja, en dat is eigenlijk wel een hele grote reden waarom ik het fijn vind om met hem te werken. Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit goed is. Dus in dat soort zin vind ik het belangrijk van, zijn de klanken goed? Ja, maar dat is wat ik dus voelde erin. Echt nice. Is de artiest, is die tevreden of zie ik aan zijn gezicht dat hij misschien wat minder tevreden is? In Nederland werk ik met verschillende producers omdat ik demo's meestal laat opnemen. In Turkije werk ik alleen met İlkan Gürüç, omdat mijn officiële singles in Turkije worden geproduceerd. İlkan kent de Turkse markt heel goed. Projesinde de Kemal kendini bana bırakıyor ve diyor ki İlkan sen ne dersin, sen ne hissediyorsan onu yapalım. O yüzden enerjimiz de çok iyi tutuyor. Kemal ile çalışmak da çok ayrı bir zevk. Weg naar huis. Later, yes. Vriend. Ik moet zeggen, ik had nooit gedacht dat ik zo zenuwachtig zou kunnen zijn. Want ik heb heel veel optredens gehad tot nu toe. Ik heb meegedaan met The Voice en zoveel publiek gehad. Maar voor het eerst met mijn eigen nummer op het podium staan en die award ophalen, dat was echt... Ik kan dat niet met woorden verklaren. Als je me dit 2-3 dagen geleden zou vragen van wat ga je voelen als je hem ophaalt, zou ik zeggen, nou, ik ben wel wat gewend, dus zou wel leuk zijn. Maar het was fantastisch, echt. Hier doe ik het voor, zeg maar. Waar droom je in Nederland van? Als mijn nummers op de radio's, op tv terechtkomt, ben ik als Turkse zanger heel erg trots, zeg maar. En ik vind het dan heel fijn om als Turkse zanger in Nederland dit soort dingen te kunnen doen. Voelt heel erg vereerd, zeg maar. Hoi. Hey, hi, welkom. We zijn nu bij NH Radio. Ja. Mijn eerste live uitzending in Nederland met mijn Turkse nummer Çingene. Ik ben er heel trots op en heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik ben benieuwd wat ze gaan vragen. Heel spannend. Ik ga praten met een bijzondere zanger, Kemal Samat uit Zaandam. Die klinkt bijvoorbeeld zo. İçimde sebepsiz, tarafsız bir hüzün.
Hij groeide op in de Zaanse wijk Poenenburg en trad als kind al op tijdens bruiloften en familiefeestjes. Maar sinds zijn deelname aan de Turkse versie van The Voice scoorde hij meerdere hits in Turkije en is hij daar een enorm succes aan het worden. Vandaag is hij hier. Welkom. Hoi. Hi, kun je nog wel over straat daar? Ja, het gaat aardig wel goed op dit moment. Maar als we zo doorgaan... ja, dan heb je bodyguards nodig. Denk ik niet dat het de goede kant op gaat op die manier. Ik droom ervan dat ik in Turkije, heb ik altijd al wel al gezegd, daar is een openluchttheater, dat heet Harbi Açıkhava Tiyatrosu. Daar zou ik echt wel een keer willen optreden met mijn eigen nummers. Dat mensen mijn nummers aan het zingen zijn.